Each day, around 7,200 aircraft wheels touch down on Schiphol's runways. A large number of these wheels are replaced and maintained at the airport. The KLM Wheels and Brakes Shop reconditions around 11,000 wheels each year. Welkom bij de Wheels and Brakes Shops van de KLM. Volg mij. Hier is het beginproces van de wielen. Hier komen ze binnen. De wielen verslijten natuurlijk tijdens de landingen. Je moet je voorstellen dat zo'n vliegtuig kan 200.000, 300.000 kilo zwaar zijn. Nou, in het meeste geval bij de Boeing 747 zitten er 18 wielen onder. Dat moet het hele gewicht en die snelheid in één keer op de landingsbaan kwijt kunnen. Dus de impact is gigantisch groot. Een 747 vliegt hele lange afstanden. Dus die maakt één landing in de 24 uur, misschien twee. Maar een 737'tje die dagelijks op Londen heen en weer vliegt, die maakt er misschien wel 8 of 9. Dus dat tijdbestek is kort. En van de 747, nou, die kan misschien wel 3 maanden met hetzelfde band vliegen. Dit wiel is zojuist van het vliegtuig gekomen. Deze meneer is een specialist die gaat bepalen wat voor route dit wiel gaat volgen. En dan kan dit wiel meteen shopping. Sinds een jaar of 3 gebruiken wij kooien. Zo'n wiel is 200 kilo. Als het omvalt, ja, dan kunnen er gewoon vreselijke ongelukken gebeuren. Er zit stikstof in. Het voordeel van stikstof is, het kan boven min 50 zijn, het kan beneden plus 40 zijn. Stikstof die reageert er minder op als lucht. The bearings are removed from the wheel, washed, inspected and then provided with a new layer of grease. De band is zojuist afgeklapt, die is dus dichter naar het midden van de velghelft gebracht. Hij gaat nu de bout- en moerenverbinding losmaken en dan gaan de twee helften gaan uit elkaar getrokken worden. De twee velghelften zijn van elkaar losgehaald, de band is er tussenuit. Ze gaan nu een wasmachine in, de band gaat richting Michelin, die wordt weggevoerd. Het leuke van de wasmachines is, die staan aangesloten op een milieucentrum. De KLM voert zijn eigen vuil water af, maakt het zelf schoon en recycelt het weer. After washing, the wheels, nuts and bolts are checked with testing equipment for any cracks. This is followed by a visual check to make absolutely certain. De laatste velg heeft net een visuele check gehad. Die is goed bevonden. Die staat nu hier voor het stukje montage, want nou moet er natuurlijk een band omheen. Je ziet dat de nieuwe band wordt er nu omheen geschoven. Het zaakje wordt straks gekanteld. De andere velghelft komt er overheen. En dan is het zaak dat alles keurig niks afgetorkt wordt met de juiste waarde, de juiste bout- en moerspanning krijgt. Het laatste stukje van het proces gaat nu stikstof in en daarna gaat hij nog 12 uur op de rustplaats staan en dan gaat hij morgen afgeleverd worden. A ground mechanic then mounts the wheels onto the landing gear and after a final check, the aircraft is ready for takeoff again.